Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We zijn vandaag weer in de Iron Office. Het is week 4 van het deadlift schema. Zware week. Best wel veel zin in. Vandaag zouden we tussen de 350 en 360 moeten gaan trekken. Daar ben ik eigenlijk al de hele week mee bezig. Sinds de vorige sessie, de 310. Het moment dat ik daarmee klaar ben, gaat mij altijd de knop om. En weet ik al wat ik volgende week moet doen. Daarom hou ik heel veel van programmering. Wat dan een beetje vooruit is gedacht. Dus eenmaal het getal wetende, ga ik daar de hele week met ze te malen. Dus, en daar heb ik oprecht een klein beetje zenuw in ook. Want 350, 360 is gewoon nog steeds gewoon fucking zwaar. En dat moeten we vandaag makkelijk laten lijken. Want als je 400 kilo wilt tillen, moet een 360 makkelijk zijn. We hebben weer wat vordering gemaakt met de Dutch Iron Office. Het derde platform ligt er nu. De komende zaterdag gaan een paar jongens weer verder met de stenen platform. Dus langzaam komen we er ook daarmee. En er wordt het steeds vetter en vetter om hier zo te trainen. In het begin zag ik een beetje tegenop naar een andere plek toe te gaan. Nu eenmaal hier kan ik alleen maar met blijdschap terugkijken op de verhuizing. En wordt het steeds vetter om hier zo gewoon je ding te kunnen doen. Dus blijf vooral kijken, vergeet niet te abonneren. Zou je mij heel erg mee helpen. Elke week probeer ik nu een YouTube video eruit te gooien. Dus als je dat waardeert, subscribe even. En vergeet niet duim te houden. Zo, de deadlift hebben we net gehad. Ik ben tot 350 kilo gegaan. Ik zat er nog over te twijfelen om 360 te doen, maar de 330 voelde net niet helemaal geweldig. Ik miste net een heel klein beetje de snelheid. Op terugkijken was die bijna net zo snel als de 340 van twee weken geleden. Wat dan weer raar is dat je dan in je hoofd gaat zeggen dat die langzamer is en zo, maar dat hoort een beetje bij het spelletje. Niet ontevreden met 350. Voelde best goed aan, voelde best snel, ging soepel omhoog. Dus er zitten nog wel meer kilo's in. Alleen als je de 400 wil halen, weet ik dat het maatstaf misschien nu misschien hoger moet liggen. Maar ik heb nog 4 tot 5 weken. Dat worden nog 2 sessies. Wat lichter, 2 sessies wat zwaar. Volgende week ga ik dan 320 kilo doen. En ik zou eerst eigenlijk sets en reps doen. Maar ik heb van Project Cast van Joel Blomek een goede tip gekregen. Door bijvoorbeeld 5 of 6 singles te doen met een bepaald gewicht. Dus niet sets en reps. Want hij zei, als je die eerste hebt gehad, geldt voor mij dan heel erg. Die tweede en de derde rep ik toch altijd wel. Want uit de tweede en derde kom ik beter in positie dan na de eerste. De eerste is voor mij altijd moeilijk. Dus ik kan beter 6 keer een eerste doen. Dus dat is wel een puikplan. Ik ga nu door met mijn accessoire werk, dus de Sumo Snatch Grip Deadlift en een paar LED pulldowns en allemaal andere rommel. Je gaat het wel zien en dan gaan we snel door naar de volgende training. Ik heb dus net mijn invite gehad voor dus de volgende wedstrijd. Super tof. Leuk dingetje wat Johan en Patrice hebben gedaan.
Dus 8 december, World Fit Gym, King of Deadlift. Zo, het is dus nu zaterdagmorgen. Dan zijn we onderweg naar de Iron Office voor een event sessie. Wat voor mij het programma staat is dus een beetje hetzelfde als de vorige keer. Dumbbell, stenen, zandzakken en farmers. Ik heb nog een beetje teruggekeken naar mijn deadlift van afgelopen woensdag. Ik heb ze naast elkaar gezet, dus de 330, 340 en de 350. En als je dat dan naast elkaar zet, dan zie je dat de 350 bijna net zo snel is als de 340. Dat is toch wel apart, want de 340 voelde voor mij al heel makkelijk aan. Al in de lift zelf voelde het heel makkelijk. 350 was toch alweer een stukje zwaarder. Dus hoe je je voelt tijdens een lift zegt niet per se ook voor de snelheid. En dat zijn dingen die ik altijd een klein beetje nog moet leren, is dat het niet één op één is. Dus het was best wel leerzaam om de beelden naast elkaar te zetten en om te kijken hoe de snelheid zat. Dus op terugkijken tot de sessie ben ik vet tevreden mee, 350. Volgende week singles op 320. En daarna gaan we richting de 365, denk ik wel. Goed. Goed. Duimpje omhoog. Met de dumbbell gehad. Ik wou vandaag een zware single. Zeker gelukt. De eerste van 93 was al heel fijn. Daarna nog 98 kilo erop gedaan. Dus zit weer dichtbij mijn PR-territorium. Dus ik ga de komende weken nog lekker uitbouwen. Volgende week weer op herhalingen doen. En ja, best wel tevreden met hoe het gegaan is. Het voelt in ieder geval relaxed om in mijn schouder te hebben. Clean voelt redelijk goed. Vorige week was wel de clean beter, maar kan hier ook een week feest zijn. Dus goede dumbbell sessie. Dus nu door met Farmers.